Amidi, Mitch Hazewinkel en Paul Westra. Dus die gaan gelijk met z'n drieën achter elkaar. Daarna een pauze, want dan gaat de jury natuurlijk de winnaar uitkiezen. En jullie trouwens ook, want jullie mogen allemaal ook jullie voorkeur geven. Dus iedereen mag één voorkeur in de hoed doen op het einde. Dus jullie mogen ook een beetje mee bepalen. En we gaan bij beginnen met de eerste act. De eerste act is van Hamis Amidi. Hij woont in Eindhoven. Hij, als student sociologie, is hij geïnteresseerd geworden in rare gewoontes van mensen. Daar gaat zijn stukje ook een beetje over. En het begon met allemaal open minds, maar dan wil je toch meer professioneel worden. Dus ja, een applaus voor Hamis. Al die jaren. Ik heb het uiteindelijk gedaan. Ik ging naar mijn ouders en ik ging op een woonkamer zitten op de bank en ik zei: "Pap, man, ik moet jullie iets vertellen. Ik ben een allochtoon." Ja, waren ze niet blij mee. Ja, sommige mensen denken dat allochtoon zijn een keuze is, maar het is toch echt aangeboren. Ik moet zeggen, als allochtoon, ik heb het hier ontzettend naar mijn zin in Nederland. Dus je krijgt gewoon geld van de staat en je mag de sharia invoeren. Allemaal heel leuk. Maar toch is niet alles naar wens. Ik heb rondgevraagd aan mensen of ze, mensen uit andere landen, of ze iets klaar hebben over Nederlanders. En ik heb hier een pakketje gekregen over dingen waar allochtonen niet blij mee zijn. Deze is van de Chinezen. De Chinezen willen graag de Nederlanders weten. Niet alle Chinezen lijken op elkaar. Jullie kennen Jackie Chan en Bruce Lee, maar bij de rest hebben jullie gewoon geen moeite gedaan. En behalve bij de Chinezen bij je favoriete afval, want zolang ze lekker kunnen koken, mogen ze best in het land blijven. Wanneer we de tekst vergeten, maar komt vast wel zo weer terug. De tepels lang, net als patat. Het theedoek voor met labia, onderhand al mijn vrienden gehad. En je pist op mijn cavia. Ben je al geïrriteerd? Dan zeg ik: "Kijk, je hebt zelf een telefoon in je hand. Je kan het allemaal zelf opzoeken. Je hebt toegang tot internet, net als ik. Ga het gewoon zelf." Stand-up comedian en een user experience designer. Zo. Hij stond ook op vele cabaretfestivalen en het afstuderen is begonnen. En man, wat is de grote boze mensenwereld toch saai. Hier is Mitch. Woe. Ja, slaat ik nergens op. Maar goed, dus dat zei ze maar, nou, we zijn wel in gesprek gegaan en nu heb ik dat meisje als vriendinnetje. En daar ben ik heel gelukkig mee. En wij zijn wel nu pakweg 4 jaar samen. En ik moet zeggen, nu merken we wel van, joh, je komt in een soort sleur terecht. Hè? En dat merk je aan de simpele dingen. Ik zit bijvoorbeeld elke avond op de bank Goede Tijden, Slechte Tijden te kijken. Dat is op zich nog geen ramp, maar wel als je weet dat je bij aflevering 5656 bent. Dan weet je van, er gaat iets fout. En altijd als we dat kijken, drink ik mijn biertje. En dat ziet mijn vriendin dan ook. En die ziet dus dat dat bijna elke dag gebeurt. Dus die zegt ook tegenwoordig van, joh, Mitch, je drinkt zoveel, je lijkt wel alcoholist. Nou, zie ik zelf net wat anders. Ik spaar statiegeld, zo zie ik het. Maar goed, daar was hij het niet mee eens. Dus nu mag ik geen alcohol meer drinken. Ik zei helemaal niet, ik heb wel iets nodig van alcohol om deze relatie vol te houden. Trapt dus niet. Dat mag gewoon echt niet meer. Nou, dat is mijn seksleven. Verder kan ik wel lachen met mijn vriendin. Ik vind het wel leuk met haar. Ze heeft wel van die leuke dingetjes, weet je. Laatst bijvoorbeeld zat ze op de bank. Zat ze van die suikerhartjes te eten, weet je. Of van die woordjes waar hartjes in staan. Zoals lieverd, teder, aandacht, weet je. Dat soort woordjes staan erop. En altijd als ze hier hartjes eet, dan lezen die woordjes die erop staan, lezen hart op voor. Dus dan krijg je gewoon, weet je, hier staat teder, dat een beetje. Gewoon, weet je, hier staat lieverd, dat. Laatst zat ze op de bank, hoor ik in één keer naast me, hè, champion? Champion, lieverd, champion. Dus. Dat is Paul Westra. Hij heeft gewoon een normale kantoorbaan, maar
Hij zei van, nou, als je wil leven als een beroemdheid, dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat er een kinderliedje over je geschreven wordt. En want van de meeste Nederlandse beroemdheden is een kinderliedje geschreven. Hè, zoals Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein. Hè? Of Berend Potje ging uitvaren met zijn scheepje naar Zuid-Laren. Of Jan Huigen in de ton met een hoep. Of iemand heeft idee wie Jan Huigen is? Nee, maar er is wel een liedje over hem. Dus ik dacht, ja, er moet ook gewoon een kinderliedje over mij geschreven worden. Ja, nu heb ik een kinderliedje over mezelf geschreven, maar dat komt zo wel. Want eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel met kinderen. Trouwens, een voordeel van geen kinderen hebben, dat is wel dat je je niet druk hoeft te maken om het milieu. He, want je hoeft de aarde niet door te geven aan je nakomelingen. Maar als je geen kinderen hebt, heb je dus ook geen nakomelingen die 80 jaar lang de aarde gaan vervuilen, 80 jaar lang auto's gaan rijden, 80 jaar lang wc's doorspoelen, 80 jaar lang plastic zakjes vragen bij de kassa. Dus eigenlijk is mijn ecologische footprint die is eigenlijk hartstikke klein. Dus ik vind ook dat ik iets meer mag vervuilen dan de rest. Ik vraag ook altijd heel veel plastic zakjes bij de kassa. Ja, tegenwoordig moet je daar dan 10 cent voor betalen, maar dan geef ik gewoon een euro. Dan zeg ik, doe er maar 9. Neem mezelf ook, oké? Nou, wat trouwens wel weer goed is voor het milieu, dat zijn dikke mensen. Zijn die dikke mensen? Nee. Nou, dikke mensen zijn heel goed voor het milieu. Ik zal het even uitleggen. Als je beweegt, dan verbrand je je eten. En bij die verbranding komt zo CO2 vrij. Dus als je gewoon heel weinig beweegt en heel veel eet, dan doe je aan CO2-opslag.